Hoor eens. Hoor eens wat leuke muziek. Hoor eens wat leuke muziek. En al die mensen die hier komen om ons te steunen, dat is toch fantastisch? Mijn eerste aanraking met darmkanker was eigenlijk onwetendheid. Preventie is in dit verhaal het allerbelangrijkste. En soms zijn wij meer een, laten we zeggen, repressieve geneeskunde dan eigenlijk iets wat je vooraf kan uitsluiten. Enerzijds zag ik te veel darmkanker in het ziekenhuis. Ik moest 7 keer per maand aan iemand vertellen, mevrouw, meneer, u hebt darmkanker. En ik zag ook dat die mensen er eigenlijk niets over wisten. Dat de kennis over darmkanker eigenlijk zeer beperkt was. Dan kan je 2 dingen doen. Ofwel zeg je, laat het maar gebeuren, die mensen hebben pech gehad en het is mijn beroep, ik zal er wel voor zorgen. Ofwel kan je zeggen, ik ga zoeken hoe ik die mensen betere informatie kan geven en hoe ik die mensen voorlichting kan geven. Over de darm, hè. Meestal geen sexy onderwerp, maar ja, als het moet, moet het, hè. Als het voor uw eigen gezondheid is. Wij noemen dat altijd de poeptest uiteraard, maar het noemt officieel IFOP-test. Doe het niet alleen voor jezelf, doe het ook voor je partner, doe het voor je kinderen, doe het voor je ouders. Doe gewoon die test als je bij je toekomt en dan gaan we heel wat leed vermijden. Het is wel de website van Stop Darmkanker die mij terecht gewezen heeft om verder onderzoek te doen. En ik heb eigenlijk een gastroenteroloog gewoon aangedronken op een colonoscopie. Dus eigenlijk, luister altijd naar je lichaam. Heel belangrijk. En het is dankzij de website van Stop Darmkanker, dus www.stopdarmkanker.be, waar ik de symptomen heb opgevonden die mijn leven hebben gered. Dus, en kijk, ik sta hier nu. Ik zou gewoon zeggen, just do it. Het kan heel wat leed besparen. Ga jij de volgende zijn?